de tweede dag van het trainingskamp in Spanje staan er twee trainingen op het programma. De eerste is om 10:00 AM. Voor Vitesse na Ewout Gouw is het een speciale dag, want hij is jarig vandaag. Ewout, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Morgen jongens. Morgen kijkers. Ook liepen we een oude bekende tegen het lijf. Morgen, ik kan niet meer met Vitesse. Onio Kaya speelt tegenwoordig voor het Belgische Lokeren en verblijft met zijn club op hetzelfde complex als Vitesse. Kaya, die werd geboren in Brussel, kwam in 2002 als jeugdspeler naar Arnhem en haalde enkele jaren later het eerste elftal. Kaya kan zomaar gaan scoren en doet dat ook. Wat een fout van Kwame Kwanza en zo komt Vitesse aan zijn doelpunt. Hoe gaat het met je? Goed, op zich niet slecht. We zitten ook in een trainingskamp hier, dus het is nog leuk om oude bekenden te zien zoals jullie dan. Pietje als speler, Eloy, Davy. Nog de keepertrainer, Jos, Korte Kaas, Marco, het materiaalman. Ik heb toch wel 9 leuke jaren gehad bij Vitesse. Hup! Hoe is die jongen? Goed te zien, jongen. Hey. Hoe is die? Goed. Ja? Hoe is het met jou? Goed. Ja, hier, hè? Hier is in de... Ja, in Lokeren. Maar... Ik ben sowieso fit. Volg je de club nog? Nee, echt van ver dan. Ik heb nog steeds een appartement in Arnhem die ik probeer te verkopen. Maar ja, ik volg het wel, maar van ver gewoon. Ik denk dat Vitesse gewoon te laag staat voor het niveau wat ze hebben, denk ik. Kaya, de meest bedrijvige voetballer op het veld in de eerste helft. En kijk eens wat een goal. Prachtige goal. En als je terugkijkt op jouw periode in Arnhem bij Vitesse, hoe zou je dat omschrijven? Ja, een beetje van... ik dacht dat ik meer in zat, denk ik. Het is wel heel goed begonnen. Tussenperiode wat minder. En dan de laatste periode wel ook weer goed. Maar ja. Het is wel de club die mij de kans heeft gegeven om bij het eerste te komen. Drie jongens die deze week de kans krijgen zich te laten zien, zijn Elmo Liefdink, Tim Lindhorst en Ewout Gouw. De drie spelers uit het belofteteam van Vitesse zijn door Peter Bos uitgenodigd om mee te gaan naar Orihuela Costa. Vanmorgen trainen ze dus mee in een pittige training onder de Spaanse zon. Nou Ewout, allereerst gefeliciteerd. Is er eigenlijk al gezongen voor je vandaag? Nee, niet gezongen, maar ik heb wel een lekkere taart gekregen bij het ontbijt. Maar die heb ik maar niet opgegeten. Maar nee, niet gezongen verder. Nee. Nou jongens, jullie hadden geen ambitie om te zingen voor hem? Nou, klappen vonden we genoeg met z'n allen dus in de eetzaal. Dat hebben we wel afgedaan. Dus, en iedereen heeft hem persoonlijk gefeliciteerd. Hey, hoe is het voor jullie, Elmo, om hierbij te zijn? Ja, het is natuurlijk een mooie ervaring. Het niveau is hoger, mooie veldjes. Dus ja, stop hier, hè? Hey, wanneer hoorden jullie dat jullie mee mochten? Zaterdag na onze eerste training hoorde het was van trainen en het gesprek. Een beloning voor een goede seizoen zelf. Dus ja, dat was wel mooi nieuws. De drie talenten hebben zich onder belofte trainer John Lammers goed ontwikkeld. Bovendien pakten zowel Gouw, Lindhorst als Liefdink hun doelpuntjes mee tijdens wedstrijden van Jong Vitesse. Ja, dat is heel mooi. Hier werk je eigenlijk voor. We zitten alle drie nu 10 jaar bij de club. En je wil naar het eerste toe en dat is dan de eerste stap. En hoe gaat zo'n gesprek dan? De trainer roept jullie bij of word je gebeld? We werden één voor één bij elkaar geroepen. En dan kreeg je te horen dat het een beloning is van het eerste goede seizoen zelf. En dat we mee mochten naar Alicante. Ja, het is eigenlijk wel een verrassing. Het is natuurlijk een super gave verrassing. En hier heb je wel naartoe gewerkt afgelopen jaar en dit jaar ook weer.